Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. In de VS bleven de financiële markten gesloten in verband met Martin Luther King Day. Op politiek vlak blijft het onrustig nu de Democraten de invoering van lokale kieswetten in republikeinse staten niet tot nauwelijks kunnen tegenhouden. Na een positieve start in Azië smolten de winsten toch langzaam maar zeker weer weg. De oplopende rente in Europa en de VS baren zorgen over de groeivooruitzichten. Japan volgde haar inflatieverwachting, maar liet de Bank of Japan de rente onveranderd op min 0,1%. De Chinese president Xi Jinping waarschuwde ook voor een te snel oplopende rente en over een breed front sloten de indices uiteindelijk wat lager. En ook de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een wat lagere opening. Unilever lag gisteren stevig onder druk na het bekend worden van een overnamebod op de consumententak van GlaxoSmithKline. Beleggers vrezen een emissie, daarnaast zal een definitief eindbod niet goedkoop zijn. En Heineken en de FNV hebben een akkoord gesloten waarmee een dreigende staking van de baan is. Arcadis scoort een order ter waarde van 25 miljoen Britse ponden. Het bureau gaat helpen met de energietransitie in Schotland. En Ebusco krijgt weer een order uit Duitsland, dit keer van het Zuid-Duitse Zweg, voor de levering van 10 bussen en laadstations. En op de agenda vandaag ZEW Economisch Sentiment uit Duitsland, maandrapport OPEC, Empire State Index en vertrouwen huizenbouwers uit de VS. En bij de analisten zet Deutsche Bank Koninklijke Olie op kopen, koersdoel 24,40. Credit Suisse zet Unilever op kopen, koersdoel 57,5. Daarnaast zet UBS Unilever op houden, 44,30. RBC zet Unilever op verkopen, 40,70. En JP Morgan zet Unilever op verkopen met een koersdoel van 44,90 €. Uiteindelijk zet Berenberg nog het koersdoel op ASMI, hoger naar 445. En hier is het advies kopen. Morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.